De LR Group is een Israëlisch consultancybedrijf dat in opdracht van de Surinaamse regering de agrarische sector moet upgraden. Partijen zitten nu in de fase van finalisering van de samenwerking. Minister Abin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij geeft tekst en uitleg nadat er vragen zijn gerezen omtrent de samenwerking met dit bedrijf. We hebben een overeenkomst in, dacht ik, 2 jaar terug gesloten. Maar nu komt de zaak bits by pieces in de richting van de implementatie en de fine-tuning van het project. De regering is continu op zoek naar verhoging van de productie, verhoging van de kwaliteit. U weet, en de consumenten stellen terecht meer eisen. Als we exporteren, wordt er meer eisen gesteld. Ik heb dat recent gemerkt met de EU. We wachten nog op het rapport. Kortom, en kwalitatief en kwantiteit, en ook voor onze bedrijven, zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om dit alles te upgraden. In plaats van, als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik word wat concreter, zoveel kippenvlees te importeren. We importeren, ik dacht zo uit het hoofd, is tenminste 10 miljoen kilo op jaarbasis. Dan moet je toch gaan kijken hoe we de productie van kippenvlees hier in Suriname kunnen verhogen. Er zijn een aantal zaken die daarbij een rol gaan spelen. Zoals je kijkt naar het voeraspect en allerlei zaken met betrekking tot de supporting infrastructuur en spullen die belastingvrij moeten komen om die sector te ondersteunen. Ik moet wel ook aangeven dat u toch meeneemt dat deze regering een hele grote stap voorwaarts is gezet in die zin van al jaren bijna, denk ik, kan ik zeggen decennia, praat men over het verhogen van het importtarieven op dit gebied. Dat hebben we recent gedaan om juist onze lokale entrepreneurs, ondernemers te ondersteunen. U merkt continu in alle sectoren zijn we er. Ik kan u de statistieken laten zien dat het gelukkig ons beleid heeft gemaakt dat we op diverse gebieden en stappen voorwaarts maken qua productie, et cetera. Maar nog lang niet genoeg om op alle gebieden supporting te zijn. En lang niet genoeg om aan de vraag vanuit het buitenland te kunnen voorzien. Ik noem je een voorbeeld. Zo propos bijvoorbeeld, kunnen we 3 maal de huidige hoeveelheid produceren. Het wordt gretig afgenomen. Dat is 1 van de vele voorbeelden. En 2 jaar terug heeft de regering gedacht, ook in dit opzicht, hoe kunnen wij, welke maatregelen, welke impulsen, om de sectoren, de kippen, melkvee, dan groentesector, op een hoger niveau brengen. En daar heeft men een consultant voor aangetrokken, de Aral Groep, met wie wij een aantal ideeën hebben neergezet. En nu is de ideeën zijn er om. En dat is een goede zaak. Dat we de genoemde sectoren, kippen, en met name vlees, een aspect van eieren, daar kom ik straks op. Maar ook melkvee, groenten, et cetera, op een niveau brengen. Dat is een goede zaak. Nu zijn we in een fase beland. Afgelopen periode. Dus meer afstemmen, overeenkomsten, concepten hebben we gemaakt. Maar zoals een businessplan ook aangeeft, nou, dat waren allemaal concepten en nu moeten we het finaliseren. En de verdieping moeten we aangeven. Wat ik merk, dat een aantal mensen niet eens het concept doorhebben en dan een heel verhaal aan verbinden. En dat is jammer. Je zou toch tenminste moeten weten waar het om gaat. Dan kan je wel zeggen van oké, jullie hebben daarin nog niet gedistribueerd. Dat begrijp ik als je dat zegt. Want we kunnen dat nog niet distribueren, omdat we nog steeds in gesprek zijn met de RR-groep om die verdieping, die verfijning te maken. Ik heb tussen haakjes ook voor een goed overleg met de bank, Swiss Bank, een overleg gehad hier op kantoor. Is er iemand, top, de 2 functionarissen die over deze lening gaan, hier zijn ze geweest. Eentje uit New York en eentje uit Zwitserland.
Maar we zijn akkoord dat we hier die fine-tuning daar hebben. Is er in een goed overleg. En dat is precies waarin we zitten. Het verwijt dus van de mensen dat ze niet betrokken zijn, dit en dat. Er zijn verschillende versies. Bij de opzet 2 jaren terug heb ik een versie van sectoren zijn gekend. Maar nu hoor ik dat sectoren niet gekend zijn. Die fine-tuning is, we hebben een aantal zaken gezet. We hebben concept, businessplan, et cetera. En dan gaan we kijken. Daarin was bijvoorbeeld opgenomen, tussen haakjes voor ik daarop inga. In de afgelopen weken, zelfs maanden dat ik hier ben, ben ik hard achter de schermen bezig geweest. Met ook de LR-groep. Van een aantal zaken gaan we verder moeten fine-tunen. En met mijn staf en een aantal belangrijke stakeholders, maar nog niet de hele sector, hebben de lijnen uitgestippeld. En we weten wat de Surinaamse zijde wil, maar uiteraard nog niet volledig. Ik kom daarop. En bijvoorbeeld, in plaats van een tomaten in de landbouwsector, komkommer en andere dingen, hebben we gezegd, laten we kijken naar wat we importeren. Een van de dingen is, los van allerlei producten, is uien. Waarom zouden we in Suriname geen uien kunnen doen? En de rare groep zegt, waarom zou dat een probleem zijn? We doen dan uien in plaats van komkommer. Nou, dat soort zaken moeten we gaan fine-tunen. Ja, dat? Bezwaar is, en nou, men heeft het niet eens goed doorgenomen, van het betrekken van de particuliere sector. Dat is duidelijk aangegeven, zoveel particulieren zullen, et cetera, et cetera. Dat zijn zaken waar we nu verder de weg geplaveid hebben. En dat gaan we dan vanaf de 29e van de maand zitten. Ik heb eergisteren, omdat in georganiseerd verband ons bedrijfsleven te betrekken, in georganiseerd verband, op een geordende wijze, heb ik een ontmoeting gehad met de sector als totaliteit. De mensen van de kipsector, subsectoren van de kip, heb mensen die georganiseerd zijn rondom eieren, als ik het zo mag uitdrukken. Je hebt mensen die georganiseerd zijn rondom vlees. Dan heb je, we hebben ook de mensen van melkvee hebben we hier gehad, in georganiseerd verband. De mensen uit de groentesector. Al de mensen hebben we hier gisteren gehad. Of eergisteren, sorry. Vertegenwoordigers, bedoel ik, van de organisaties die dat bestreken. Ja, toch? En ja, we hebben lang met elkaar gesproken. En heel wat zaken in de verduidelijkende sfeer. En dat ze allemaal aangegeven hebben dat het jammer was dat ze al die jaren niet op structurele wijze zijn betrokken. Let wel wat ik zeg. In het verleden bij het opzet heeft men de sector wel betrokken. Ik was niet daar, maar misschien in niet zo'n georganiseerde setting. Maar no sweat, ze zijn gekend. Maar nu dat we naar die verfijning gaan, dan wordt het georganiseerd. Wat is er zo mis in? In die zin van, toen we dat opzetten, hadden we wel die feeling met de sector. Daar gaat het om. Ja, toch? Niet vanuit het luchtledige of in de achtergesloten kamer alleen, et cetera, et cetera. Dus, en dat komt de fase nu, ja, toch? En mijn beleid, dat heb ik duidelijk gedemonstreerd op LVV ook, dat we in die sectoren de particuliere sector betrekken. Ik treed niet naar buiten, beleid bepalen in al die sectoren, zonder het betrekken van de particuliere sector. Kijk in de kwestie van groenten, export. Dat is een voorbeeld. Dat we de particuliere enorm betrokken hebben. En samen zijn we opgetrokken met onze LVV-deskundigen en de particuliere sector. Dat we die samenwerking, eigenlijk ben ik bezig, die samenwerking te betoneren. Het moet altijd zo zijn, binnen het beleid, laten we het over LVV praten, en zeker wat het agrarisch gebeuren betreft, waar we nu in een fase zitten, dat we grote transformaties moeten ondergaan. En waarom moeten we grote transformaties zijn? Gelet op de kwaliteit, gelet op de productie, de hoeveelheden, gelet op de technieken die we gebruiken, noemt u maar op. Ja,
dat we dat gaan moeten doen. En dan is het de particulieren zijn op het veld, als ik zo mag uitdrukken. Die doen hun best. Die krijgen voorlichting vanuit LVV en noem maar op. De ambtenaren hier op het ministerie bezig. En we moeten voorkomen dat het twee en een geïsoleerde werelden worden. Want de ambtenaren bereiden alles voor het veld. En het veld geeft de input van, hey, dit heb ik nodig. Jullie zijn niet adequaat geweest, dit, dat, noem maar op. Maar aan de andere kant, beleidsmatig, research, begeleiding, de gap training, noemt u maar op. En dat wij als overheid ook voor de faciliteiten zorgen, zoals welke technieken, kan ook de particuliere sector, maar financiering, ja, goedkope lening en dat soort zaken. En veel meer van die zaken. Dus vandaar dat je die samenwerking moet betoneren, eigenlijk zeg ik. Het moet een twee-eenheid worden. En dat hebben we getoond binnen de sector groente in de afgelopen maanden. Waardoor we de relatieve rust en, dat is niet het voornaamste, maar de sector ontwikkeling hebben. Dat heb ik ook gedaan, bijvoorbeeld in de visserijsector. Dat waren lange dagen en veel brainstorming, die ordening, etc. We hebben samen gekeken naar de aantallen, de vergunningsvoorwaarden, etc. De eerste stap hebben we gezet. Maar er zijn nog vele stappen te zetten. En dat hebben we met elkaar duidelijk afgestemd. Nou, je kan niet alles tegelijk. Je zal stapsgewijs die dingen moeten doen, want je moet rekening houden met onze private sector, onze ondernemers. Want als je gelijk alles gaat doorvoeren, gaan een aantal over de kop. En dan zet je in hoeveel tijd, het is een spanningsveld, hè? Je moet gauw doen, et cetera. Wat we ook doen als beleid, deze regering, zeker dit ministerie, is één gouden regel. Dat we enorm waarderen dat de mensen in de agrarische sector zich inzetten. Met pijn, moeite, bloed, zweet en tranen, daar hebben we respect voor. Dat is ook tot uiting gekomen in verband met het organiseren en uitvoeren van de Wereldvoedseldag. Respect. En hoe gaan we dat verder meerdere mensen motiveren? Vooral jongeren. Hoe gaan we de sector sexy maken? Want dat moet het zijn. Hoe gaan we de technologische ontwikkelingen erop loslaten? Sneller, meer, verantwoord. Veilig voedsel produceren, verantwoord, etc. Dus dat zijn de achtergronden geweest en dat zijn de zaken dat we afgesproken hebben, waar we onderstanden met de sector als totaliteit, dat ze zich terugtrekken, hierover nadenken, waar nodig gaan we ze van informatie voorzien en ze willen nadenken in welke mate en hoe, maar in ieder geval is van mij uit aangegeven dat wanneer ik de 29e met de RL-groep verder gaan praten, zal mijn delegatie samengesteld zijn uit en LVV, deskundigen en de private sector op die gebieden. Dus, we zijn er nog niet en daarom gaan we praten. We beginnen dat de 29e, ja, dat, omdat gezamenlijk, zoals ik eerder heb gegeven, om dat tegen aan te gaan. Dus tegen de mensen die nu, en ik zie veel misvattingen, et cetera. En het zou goed zijn als de mensen. Ik zou willen opgaan. Er zijn veel misvattingen. Maar als we kijken naar de vrees vanuit de Vereniging van Exporteurs en Agrarische Producten in Suriname. Zij geven aan, luister naar met de komst van LRDRO. Ja. Dan bevriezen wij dat onze eigen Surinaamse boeren en onze eigen agrarische ondernemers. Dat het heel ding vernietigd wordt. Wat is uw reactie daarop? Nou, laat me eerst zeggen, deze regering, en zeker deze minister ook, als deel van deze regering, zullen niets en nogmaals niets doen om onze mensen, onze ondernemers, te beconcurreren. Integendeel, heb ik daarnet aangegeven, alle inspanningen zijn er om onze ondernemers maximaal te ondersteunen. Gaat u maar na, in de toch moeilijke omstandigheden, al de maatregelen die we hebben gehad en proberen dat meer en meer te ondersteunen. De mensen die moeizaam hun inzet zaken opgebouwd hebben. Waar waren wij 10 jaar terug? En dat we nu bijna
onze in de lokale behoefte van eieren kunnen voorzien. Ach, je hebt soms ups en downs. Dat moeten we koesteren. Dat moeten we zo vasthouden. Maar als we meer eieren kunnen produceren. En als het zichtbaar is dat het alleen voor de export is. En onze mensen niet concurreren. Dan kunnen we met elkaar praten. Met de sector. Dat de sector ook erop ziet dat dit soort dingen gebeuren. Ik zeg maar wat. Maar ook als wij onze bestaande mensen. Nou blijven van die eieren alleen. Ja, dat op ze, wat hun inputs betreft. Dat we ze op een betere manier, dus goedkoper van inputs kunnen voorzien. Waarom niet? En kan het middels voer, kan het middels een andere bedrijfsvoering. Nogmaals, ik onderschat niemand, ik beledig niemand. Maar kijken met elkaar, want in de wereld zijn er ontwikkelingen. Ik ga terug bijvoorbeeld, in de 80er jaren ging ik in een zaak, ik ga geen namen noemen, maar kip, patat, koop. Patat, olie droop ervan af. Toen KFC was het eerste wat binnenkwam. Toch kwam. Daarna zijn alle Surinaamse zaken hun patat perfect. Lekkerder dan KFC. Nou, dat soort effecten willen we hebben. Absoluut niet ten koste van. Kleine demonstratie, upgrading, waar al onze boeren uit al die sectoren de ruimte hebben. Dat we onderwijs, onderricht faciliteiten creëren. Zelfs heb ik gezegd. En ja, je moet bijvoorbeeld op staatsboerderij waar we voor melkvee wat dingen gaan doen. Ik gezegd, er moet ook een barak is niet het woord, maar huisvesting komen, een complex komen, waar je goede vergaderzalen hebt, waar je 20 tot 30 mensen kunnen slapen, et cetera. Waar mensen komen voor onderwijsdoeleinden, et cetera. Ja, dat onderricht. Ik zeg maar wat. Wat we dat soort zaken, tot in detail waren er niet. Terwijl, weet je, in de richting, we gaan dat doen. Maar hoe ga je dat doen? Dat is de fase. En welke elementen nog erbij? Dat is de fase waarin we zijn terechtgekomen. Dat is logisch. En daarvoor komen er een negental experts op diverse gebieden. Om met elkaar, met Suriname, LVV en de sector, private sector, maar die gaan niet moeven zonder de private sector. Ik ben een twee eenheid, zoals ik zei. Dan gaan we verder met elkaar, in alle openheid, met respect voor elkaar, doorpraten. Dat is het. En daarom zeg ik al de mensen, in vele opzichten, misvattingen, daar komt een particulier bedrijf. Nee, absoluut niet. Achter gesloten deuren gedaan. Nee, absoluut niet. Er is toen in de sector misschien niet zo in georganiseerd verband wel besproken. Maar nu, wanneer we aan de vooravond zijn van fine-tunen en uitvoeren, nu is het moment om met elkaar gezamenlijk dit te gaan fine-tunen en de uitvoering, de implementatie, en terwijl we implementeren, kijken we dan dat de particuliere sector en betrokken is qua modaliteiten, maar dat enorm veel particulieren ook de ruimte zullen krijgen om bedrijven op te zetten. Ja, toch? Maar dat is een. Ik heb aantallen gehad, hoeveel in de kippenbranche, hoeveel in de koeien, hoeveel in de groentesector. Maar daar zijn zaken wat we nog door moeten praten. We hadden gezegd 10, 15, ja, weet je? Mm-hmm. En daar is een vooronderhoud gezegd, maar misschien moet het 20 worden. Ik weet het niet, maar hebben we dat? Kunnen we daaraan voldoen? Ja, toch? Wanneer we over dit soort zaken praten, dan vergeten wij dat we in de agrarische sector in Suriname heel wat mooie dingen hebben gedaan. Dit soort modellen, bijvoorbeeld in de 60er jaren van de vorige eeuw, hebben wij landloze boeren geselecteerd op basis van aantal criteria. Kijken we over Nikeri. En hebben ze gebracht, de middenstandpolders boeren. Daar hebben ze een jaar lang training gehad. Want als je ziet, aan de zijn, dan moet die. Er zijn zoveel dingen om de hoek komen kijken. Bedrijfsvoering, ziekte, bemesting, noem die maar op. Het agrarisch gebeuren is een wetenschap. Ja, het is op een ander niveau. Je moet labben hebben, testen die je indicatie geven, hoe je moet handelen. Ook in de race, maar goed. En toen, op basis van de cursus van een jaar,
En op basis van hoe men het heeft gedaan, iemand die briljant heeft gedaan, kreeg 24 hectare. Iemand die het wel gedaan heeft, maar die het niet zo goed had gedaan, kreeg 18 hectare. En de begeleiding, de selectie, tijdens, onderricht, maar ook daarna de relatie met Wageningen. Nou, dat heeft perfect gewerkt in het begin. Ja toch? Nou, dit soort zaken, dit soort modellen zijn niet vreemd. En naar dit soort zaken kijken we. En dan gaan we dat samen bespreken. Dus aan, dat was nog niet het moment, want de verleiding bij mij was groot. Twee weken terug om uit te komen. Nee, maar ik heb de discipline in acht genomen. En ik dacht, ik merk dat er te veel zaken zijn. Ook merk ik dat een parlementariër ja, met dat soort zaken bezig is. En er worden veel misvattingen. Geef ons de ruimte. Wij komen straks zelf uit. En het ministerie. Samen met de particuliere sector. En samen met de uitvoerder. We zijn bezig de zaken te fine-tunen. In de vorm van hoe verder. Ik wil verzoeken. Dat wij. Ik weet dat de verkiezingen voor de deur staan. Ik merk dat heel wat zaken. In de partijpolitieke sfeer helaas getrokken wordt. Maar landbouw, het agrarisch deel, zou je bewust buiten de partijpolitieke sfeer moeten houden. Dat beroep doe ik iedere dag op mijn staf hier. Ja, en dat beroep wil ik nu ook op de politieke partijen en allen in Suriname doen. Deze sector is een belangrijke sector wat ons van voedsel voorziet. Veilig voedsel, dat is onze uitdaging. Berekenbaar, betrouwbaar voor de totale bevolking. Dat is één. Twee, landbouw is de basis, wat enorme potentie heeft als basis voor voorzien in werkgelegenheid. Voorzien voor een goed inkomen. Vooral voor de jongeren willen we betrekken. Dat je kleine modelbedrijven opzet. En dat is mijn uitdaging ook met de RL-groep. Hoe zet je mooie kleine bedrijven op? Want iedereen wil wat verdienen. Ja, in de agrarische sector is dat goed geld verdienen. Met de juiste begeleiding, met de juiste opzet, et cetera, et cetera. En daarmee zijn we bezig. Los van de bestaande boeren, die ondersteuning te geven. Hoe maken we het aantrekkelijk voor de jongeren? Ja, toch? Ach, er is veel over te zeggen, veel over te praten, maar in telegramstijl. Tegen die achtergrond, dit is nationaal. Want de visbestanden die we hebben is voor ons allemaal. De moeder natuur is goed gezind voor ons allemaal. We hebben afgerond 1,5 miljoen hectare grond geschikt voor het landbouwgebeuren. Los van de goede gronden in het midden en zuiden van het land. Weet je hoeveel we maar benutten van die 1,5 miljoen hectare? Niet eens 200.000 hectare. Kortom, afgerond 1,3 miljoen, bijna iets meer dan 1,3 miljoen hectare, is er daar om ontgonnen te worden. Ik ga door. Laten we onze jongeren, laten we die potentie benutten. Laten we hieruit die economische ontwikkeling brengen. Kijk naar andere landen. Kijk wat de melkboeren bijvoorbeeld decennia terug in Nederland hebben bereikt. Omdat ze georganiseerd waren, de melkboeren zijn daar. Hebben ze de grote Rabobank zelf, dat komt van de melkboeren opgezet. Er is potentie dat we hier ook veel kunnen doen. Onze vissector floreert, de rijstsector begint de productie enorm toe te nemen. We zijn niet tevreden, we moeten doorgaan. Ja toch? Etcetera, etcetera. We zijn bezig op datgene wat we importeren. Ook met de RL-groep. Kippenvlees. Afgerond 10 miljoen, tenminste, kilo op jaarbasis dat we importeren. Alsjeblieft. Dat moeten we verminderen. En misschien moeten we juist veel meer dan 20, 30 miljoen extra gaan produceren om in het Caribisch gebied te exporteren. Ik noem maar wat kleine voorbeelden. Hoeveel importeren we niet aan melk en aan poeder? Ja. De productie in de melkveesector. De vertegenwoordigers zijn hier geweest. Er is een, als je ziet hoe het achteruit gaat, de drop, dat ze zelf aangeven, als het zo doorgaat, hebben we straks misschien helemaal geen melkboeren. En dat kunnen we niet hebben. Dat kunnen we absoluut niet hebben. En daarom
met deze interventies, waar we de boeren meenemen. Want zij zijn de speel en zij moeten het doen. We moeten ze versterken. Juist om het getij te keren. Samen. En hun kinderen en anderen moeten hierin gaan. Ja, dag komen. Prachtig. Ik ben blij dat ik aan dit proces mag deelnemen. Minister, tot slot, er wordt aangegeven dat deze overeenkomst met dit bedrijf, of althans deze consultant, dat er nog corruptiegevoelig is. Wat is uw reactie daarop? We hebben een fatsoenlijke overeenkomst getekend. Dat is door alle organen comptabel van het land gegaan. De RVM en noem maar op, president. Twee is, dat is, kijk, als mensen dat zeggen, dan is het stemmingmakerij. Hoe zou een Credit Suisse, een bank, een triple E, hier aan meewerken? Zij kijken nog naar alle procedures, et cetera. Dus tegen die achtergrond zeg ik, we zitten vlak voor de verkiezingen. Ik merk bepaalde tekenen dat sommige groepen, maar dat, ik tip het alleen aan om te vragen, alsjeblieft, laat dat. Dat is ons in nationaal belang. We zijn met belangrijke zaken bezig. Mocht het zijn dat u aan het bewind komt, dan moet u dat ook door gaan doen. We hebben trafas node en kwaliteit en productievermeerdering en betrekken voor meer werkgelegenheid, meer bedrijven opzetten. En dat is een lang proces, is een moeizaam proces hoor. Ja, toch? Maar ik ben blij als ik naar de statistieken kijk, dat we stap voor stap in al die sectoren komen, maar we willen snellere stappen maken, verantwoorde snellere stappen. Ja, toch? Dat moeten we doen. Ja, waar zijn we over 5 jaar, minister? Als we praten over de agrarische sector, landbouw, als we praten over veeteelt, dan praten we over visserij, waar denk je dat we 5 jaar staan? Waar we gaan staan is alles afhankelijk van onze gezamenlijke inspanning. We kunnen zeggen, ik wil daar, et cetera. Maar het zal van u en mij, van ons afhangen waar we zullen staan. En als we goed georganiseerd, en we kunnen zeker waar mensen zijn, verschillende hoofden, verschillende inzichten. Maar dat we met elkaar een model hebben, dat we naar elkaar luisteren en de weg verder proberen voor ontwikkeling, dan kunnen we heel ver zijn.